Ik zeg daar die pop en zeg ik kwam maar vragen van hoe je eraan komt, maar hoe kom je er vanaf? We staan nu in de Albardastraat hier op de Snuffelmarkt en iemand maakt een opmerking dat ik de klemtoon verkeerd legde van de straat. En degene die daar antwoord op kan geven is Michael van de organisatie, dus daar gaan we even vragen. Nou, ik sta nu naast Michael en Michael kan volgens mij wel het verlossende antwoord opgeven. Hoe spreek je nou Albardastraat uit of Albardastraat? Ja, ze hebben mij altijd geleerd Albardastraat, dus daar heb ik het altijd maar bij gehouden. Ja. Nou, volgens mij staat er ook geen streepje op de A, dus volgens mij maakt het in dit geval niet uit. Nee, ik denk niet dat het zo heel erg spannend zal zijn. Het zou lullig zijn als iemand door mijn verkeerde uitspraak ineens een herper zou staan, dan is dat ook niet de bedoeling. Nee, laat ze maar gewoon hier naartoe komen, is iets gezelliger. Het was 7 jaar geleden, midden in Parijs, onderaan een trap van een oud paleis. En ik keek in je ogen, jij en die van mij. En enkele seconden en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag, die dag die werd... Met water en sopper en mama alles op. Geldt dat bij jou thuis ook? Ja. Mami staat te werken, hè? Dus ja. Dat zal mama het wel moeten doen, hè? Ik zeg de hele die pop en zeg, ik kwam maar vragen voor hoe je eraan komt. Maar hoe kom je er vanaf? Ja, nou, proberen te verkopen, hè? Maar ja, je wilt niet weten waar ik nog thuis heb staan. Dus ik kan nog wel tichtmarkten doen. Dus, hoe komt dat toch aan al die spullen? Ja, mensen brengen het, hè. Ik zie daar een paar boeken liggen, 50 tinten grijs. Heb je hem gelezen? Ja. Ja? En je bent er nu alweer vanaf? Ja. Nou, mocht er iemand kijken en daar zin en interesse in hebben, wat moet je voor hebben? Ja, weinig. 2 euro voor alle 4. Ik hoor dat jij hier de praatjesmaker van ons bent. Ja, de praatjesmaker, ja, we doen ons best. We doen ons best. Maar jij schijnt het beste te kunnen verkopen? Ja, met de collega's samen. Collega's. En wij doen alles verkopen hier. Doen we gewoon heel netjes. Gewoon 5 euro, 10 euro. Allemaal merk, hè. Origineel. Kijk eens. Kijk eens in die camera. En ik verbaas me enorm over de grootte en de drukte. Kan je er eens even wat te vertellen? Hoe is dat zo ontstaan? Nee, het is een aantal jaar geleden ontstaan. Puur door de buurtbewoners die met z'n allen voor wat activiteiten in de buurt met de markt zijn begonnen. En langzaamaan is daar steeds meer interesse bij gekomen, ook van mensen uit Os. En ja, je hebt ook buiten Os, ze staan nu zelfs uit Maastricht, Arnhem, Gorkum, staan ze allemaal hier. Dus ja, het is gewoon heel groot geworden. Want hoeveel kramen heb je nu hier staan? We hebben dit jaar 170 plaatsen staan. Dus kramen, tafels, grondplaatsen, alles door elkaar. Ja. Deze zouden wel passen bij 50 tinten grijs, toch? Hey, en laat nou eens even zien hoe je iets verkoopt. Laat eens even staan en laat mij nou eens zien hoe jij dat doet. Hij is de beste. Bishra, 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 Bishra. En dan zie je de mensen al gelijk. Ze vliegen erop. Ja, ze staan nu al in de rij hier achter die camera. Mensen zien het nou niet. Maar... Ja. Heb je al iets gekocht, mevrouw? Ja. Ja? Dit, hè? Kijk, dat is nog eens een handig ding. Weet je wat het is dan? Ja, volgens mij moet je daar iemand een kind in dragen, toch? Ja, dat klopt. Ja, op de rug kun je dragen, dus makkelijk. Maar ja, dat is niet voor mij, hoor. Nee, dat geloof ik ook niet, hoor. Het wordt een beetje zwaar dan. Ja, precies. Ja. Kom maar. Wil ik nog het weer voorspellen of wil ik nog iets te mopperen? Mag ook, hè? Nee? Dus ik koop een hele collectie op. Dan hou ik wat dingen zelf en de rest doe ik weer weg. Wat zijn dit? Ik zie hier allemaal bijzondere speltjes en medailles hangen. Hier heb je een slotje met rijwielbelasting. Vroeger moest je belasting betalen over je fiets. En er zijn verschillende jaargangen. Dat gaat van eind 20 tot midden 40, dacht ik. Een foto. Dit is ook een mooi ding. Dit is een stopwatch. En daarmee deden ze de inslag van de mortieren tellen. Hun schoten zeg maar het kanon af. Deze een timer. En zo konden ze meten hoe ver ze konden schieten. Hoe is het hier om te wonen? Gezellig. Ja. Ja, ik woon al 26 jaar hier. Super. Ja. Je zit hier lekker in de voortuin. Gebeurt allemaal in de straat. Ja, kei mooi toch? Mama, ik heb allemaal 5 euro afgegeven aan deze pot en ik wou er maar eentje. Oh. Je hebt er eentje gekocht en je krijgt er 3. Ja. Nou, dat is een goede deal of ze hebben je opgelicht? Ze hebben je opgelicht nou. Ja. Maar dan loop ik er dadelijk wel even naartoe. Nee, ik niet. Nee. Hoe is het hier? Ja, hartstikke gezellig, hè? Ja, lekker drinken erbij. En... Ik zie jou normaal altijd overal met jouw camera rondlopen. Ja dat klopt, ja inderdaad. Jij vindt het leuk om foto's te maken, toch? Ja, hartstikke leuk. Ja, vind ik om foto's te maken. Ja. Van wie heb je een foto? Dat vind je het leukste dat je daar de foto van hebt? Van een artiest bedoel je? Ja.
Ja, meester van Brian Voet, hè. Daar heb ik meestal een foto van. Dus... Ja, ben je fan van Brian? Ja, daar wel, ja, ja, ja. Dus eigenlijk zou Brian die mooie lekkere hamburgertje met jou moeten komen eten? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, dat weet ik niet zo, dus ja. Nou, ziet er gezellig uit hier. Ja, ja. Het ziet er hartstikke gezellig uit, ja. En eet smakelijk zo, hè? Eet smakelijk ook nog, hè, zo, ja, ja. Ja. Dankjewel, hè. Dankjewel, hè. Ja.